Ja, trainer. We kijken net even naar de training. Hier hebben jullie nieuwe verdediger gecontracteerd? Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Nee, ja, helaas viel er iemand weg. Michael viel weg. Moeten we het even snel oplossen. We hadden al iemand ingezet omdat Mimoen eruit ging. Ja, goed, even in de ondersteuning even bij de tegenpartij daar even zo dusdanig neerzetten dat je de basisploeg helpt. Maar goed, het is een samenwerking van. Niet moeilijk doen, even inspringen. Ik ben nog gelukkig de fitste van de staf. Dus, maar wel een laadbloeier, hè? Ja, erg laat, ja. Ja. En, er bloeit van alles, dus helpen we daar wat kan, op welke manier dan ook. De wedstrijd van Heerenveen hebben jullie er nog vaak nagesproken, maar het was nog ietsje minder dan de wedstrijden daarvoor, hè? Ajax en AZ. Ja, zoals gebruikelijk. Eerste gedeelte van de week bespreek je de wedstrijden na. Een aantal keer bekijken. Spelers doen het ongelooflijk goed. Die brengen zelf beelden en bekijken dus ook de wedstrijd terug. De kansen aangeven, verbeterpunten. En gelijk door meenemen naar Roda. 6 punten wedstrijd zondag? Ja, zoals je het wilde noemen. Ik hoor al diverse benamingen. Voor ons belangrijk dat je... Wij willen gewoon elke wedstrijd heel erg graag winnen. Het mooiste is de publiek... Samen zitten vol, dus het publiek komt erop af. Die samenwerking is ongelooflijk prachtig, want dan zijn we ongelooflijk sterk. Verrast Roda jou de laatste weken, maar ze zijn echt in vorm, hè, op het moment. Nou, er zit een resultaat, zit het mee. Ze winnen NAC, hadden ze volgens mij geluk aan hun zijde. En als je scoort en je houdt de nul, dan ga je wedstrijden winnen. Ze hebben geprofiteerd van de mindere vorm van tegenstanders. Maar dat doen ze goed. Maar het is helemaal niet belangrijk. Het gaat om aandacht naar eigen ploeg. Wij zijn ongelooflijk sterk in eigen stadion, zeker met publiek achter ons. En dat hebben we tegen goede ploegen laten zien. Dat moet je zondag weer. Gelijk vanaf meteen bovenop knallen. Geen ruimtes weggeven en laten zien dat je heel erg graag wil winnen. Wat is het grootste gevaar van Roda JC? Ja, aanspelpunt hebben ze met de beweging door me heen. Het gevaar is als je niet super scherp bent, dat ze daarvan kunnen profiteren. Dus je zult vanaf minuut 1 er bovenop moeten zitten. Dan zijn ze ook een stuk minder. Waar liggen jullie kansen zondag? Beweging achter een laatste lijn, beweging op middenveld. Veel beweging langs de zijkanten. Zorg dat je met veel snelheid diepgang hebt in je spel. Ja, dan liggen er heel veel mogelijkheden. En de rest is de omschakeling gelijk er bovenop zitten. Ook niet veel ruimte weggeven voor jullie, denk ik. Want met die Avdij en zo, die hebben snelheid en zijn echt hele goede spelers op het moment. Ja, wat ik zei, ze zitten mee en daar krijgen ze ook de ruimte voor. Het gaat erom dat wij moeten zorgen dat die ruimte er niet is. Maar vooral aandacht naar je eigen ploeg. Hè. We hebben heel erg goede spelers die ook in kleine ruimte zelfs kunnen fungeren. En ze houden de ruimte ongelooflijk klein. Maar daarin hebben wij toch veel kwaliteit die het verschil kan maken. Nou, dat is een mooi moment om zondag te laten zien. We hebben al de wedstrijden veel voorwaarden gecreëerd om het af te maken. Dat gaat zondag weer gebeuren. Nou, wij zorgen dat we de juiste vorm hebben te pakken om het binnen te halen. Merk je dat er echt druk op ligt bij de spelersgroep? Nee, eigenlijk helemaal niet. Iedereen is energiek, iedereen is scherp naar elkaar. Iedereen is actief bezig met manier van spelen. En vooral daaruit de teamspeler die de laatste weken heel erg goed is. Ook de voorwaarden om goed te presteren. Daar steken ze alle energie in. De rest laten ze zich niet door afleiden. En dat is in ieder geval een compliment. Dat zijn eigenlijk de voorwaarden die je nodig hebt om zondag goed te presteren. Juninho Bacuna is geschorst. Waarschijnlijk, daar gezien de training, staat Django Warmanam op zijn positie. Voor de rest wijzen je niks in de basis. Hoe zit het met de andere speler? Mimoun Mahi is nog een vraagteken, denk ik. En Ludovic Reis is er nog steeds niet. Nee, Ludovic is nog in het buitenland vanwege familieomstandigheden. Verwachten we volgende weken weer terug. Bacuna is geschorst. Kunnen we op diverse manieren kunnen we dat oplossen. Dat hebben we ook al een aantal keren laten zien in wedstrijden. Het gaat vooral om morgen wie fit is, wie superscherp is. Nou, verwacht iedereen erbij te hebben. En vandaar zullen we definitieve keuze maken. Ook Lars Kramer en Michael Bruijs sluiten gewoon weer aan? Ja, de bedoeling is die twee bij de belofte gaan spelen. En dan weer bij ons aansluiten zondag. Misschien dat er nog een derde speler bij komt. Een paar mooie wedstrijden nog aan het slot. En daar doe je het voor, hè? Ja, dat geeft de energie, dat geeft kracht. Het is een mooie tijd, het is een mooi weer. Het publiek komt kijken, daar word je ongelooflijk sterk van. En die krachten moeten we bundelen in de laatste wedstrijden, ongeacht tegenstander. Want dan zijn we ongelooflijk sterk. Dan creëer je altijd weer de mogelijkheden, de kansen. En met de teamspeler die ze nu hebben en de ondersteuning van het publiek, ja, dan ga je goede resultaten halen.